Welkom in een nieuwe week. Vlogje voor je klaarstaan. Nu beginnen. Heel veel kijkplezier. Licht dat je op de achtergrond wat gerommel hoort hoor, maar de kinderen zijn hiernaast heel druk aan het doen. Het lijkt wel alsof deze plek een soort van shoplog spot is geworden. Ik heb dus bij Skins geshopt. Ga ik even samen met jou unboxen. Ik zoek altijd parfum hier op. Eén ding had ik al uitgepakt, dat is een room spray van Synology. Dit is een car perfume. Een diffuseur pour la voiture et car diffuser en scented insert. Is dit voor de auto? Nou, dat is toch leuk? Oh ja, je moet dit erin doen als het goed is. Kijk eens hoe het is lekker als je auto lekker ruikt. Zo gaat die open en zo gaat die dicht. Open, dicht. En hoe doe je dat zakje erin dan? Oh ja. Cartouche parfumé. Oh, lekker dit. Lekker pikkie. Even dicht nog en dan in de auto. Dat is dus autoparfum de Tiek. Dan heb ik ook nog. Oh, deze kreeg ik erbij van Sunday Riley. Ik hou van Sunday Riley. Ik heb dat laatst voor het eerst geprobeerd. Ik heb een moisturizer, de Vitamin C. Is echt een hele lekkere dagcrème. Die heeft alleen geen SPF. Dus daar komt. Ik heb me laten adviseren. Hoela, hoela, hoela. Kan je dat bovenop je dagcrème doen? Het leuke aan deze is dus dat hij heel goed uitspreekt en geen witte waas achterlaat. Dus die gaat naar boven. Dat is deze, hoela. Deze is Santal. Santal Austral. Santal Austral is een hele kleine. En dat, ik ben echt geobsedeerd door parfum. Ik wil de hele dag mezelf kunnen ruiken. Ik draag parfum ook echt voor mezelf. En deze past dan in je tas. Want het is maar 6 ml. Bijna gewoon een tester. Poepmonster. Dit is echt heel lekker. Maar wat is ook nou eigenlijk officieel het merk? Matière Premier. En dan is dit de flabbe. Nou. Ik ben geen goede unboxer. Je merkt het al wel weer. Zo, het is echt klein hè. Ik heb deze al een keer eerder gehad. Kijk hoe klein. Oh, mini. En dan doen we een vaporisateur spray. Die doen we er dan zo op. Ja, dag. Nou, zoveel Santal vibes. Dit kan er dan niet op. Nee. Dus die is voor to go in de tas. Dit zijn goodies. Lipbalm en een parfum testen van Maison Francis Cloutier. Dan heb ik nog een room spray van Juliette Has a Gun. But it's not a room spray. Zo heet die. Nou, die is lekker man. Niet te geloven. Ja, ook in kantoortje ruikt het lekker. En een geurkaars van Francis Cloutier. Maison Francis Cloutier is Baccarat. Voor degenen die bekend zijn met dit merk, dit is een van de bestsellers. Nou, en als het hier dan meurt door iets. Bijvoorbeeld ons huis stinkt vandaag door bloemen. Dat zijn delphiniums en aan het einde ruiken ze gewoon niet zo fris meer. Terwijl ze nog wel mooier dan een bloeistam. Kijk, die stinkert. Oh, dit is mooi hè. Kijk, dit is mooi om dit uit te pakken. Dus als het hier stinkt. En ook natuurlijk voor de sfeer. Kan je lekker. Je ruikt het nu niet. Ik heb dat heel vaak met geurkaars. Ik ruik het helemaal niet. Pas als u daar een vlam brengt, dan gaat dat echt mooi ruiken. Ja, dit is een topper. Het ziet er ook heel mooi uit. Kijk, het oog wil ook wat. En ook wat proefmonstertjes of hoodies heb ik mee. En een foundation die ik nu op. Hoe heet dat merk ook alweer? Oh, dat weet ik niet. Dat laat ik nog een keer zien. Dat was het. Tot zover. Laatste pikjes. Eten weer. Ik moet eten. Ik heb dan. Dat is wel even een nadeel. Ik heb dan gewoon nooit zin meer. Als je op een gegeven moment in je derde week zit of zo. Van
New Physic. Dus niet alleen met New Physic, maar gewoon healthy lifestyle. Dan heb ik op een gegeven moment geen zin meer om dat helemaal te bereiden. Ik ga het wel doen, want ik moet wel eten. Ik begin ook een beetje zachtje te worden, een beetje hangry. Ik dacht zelf aan soep. Ja, soep is wel, is quite a lot of work. Ik ga even bij de jongens kijken wat ze aan het doen zijn. Wat zijn jullie aan het doen? Ik ben aan het gamen. En jullie? Chillen, chillen. Ik heb toevallig nog van, wanneer gaat je moeder dan vloggen? Toen zei ik elke dinsdag waarschijnlijk. Ja, ik ben bezig. Ik ga even het suikergehalte opnemen. We hebben hier fireballs, of wat zijn het? Jawbreakers. Oh, jawbreakers. Nog meer jawbreakers. We hebben bubble tea. Want deze grapjas dacht dat hij de rest van het wisselgeld ook mocht uitgeven. Grapjas. 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 Dit is mijn geld. Dit. Oké, doe je. Jullie monden zijn allemaal blauw. Wij zijn een smurfen. Ja, ik zie het. Doei smurfen. Misschien ga ik gewoon mijn soepje maken. Met een muziekje, dat ga ik doen. Dat helpt, dat helpt. Hallo. Hallo. Bloemkoolsoep, nu vis ik graag. Oh hier, kijk. Bloemkoolsoep zonder pesto. Zeg ze hallo? Hallo. 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 Zeg jij eens hallo? Hallo. Hallo. Zeg jij eens hallo? Ik ga gewoon filmen, want dat is leuk, want ik verveelde me. Bye bye. Yo, goedemiddag, goedemorgen. We gaan naar de bioscoop. Hey, ik heb al gefilmd trouwens. We gaan naar de bioscoop en die jongens zijn mega hyper. Dus daar moet ik wel even aan wennen. Als ze zo hyper zijn, vergeet ik altijd alles. We gaan naar Bombini. Het is best wel niet geschikt, maar wel heel grappig. Dus, we mogen niet filmen. Wat? Helaas, we mogen niet filmen in de bioscoop. Nee, dan krijg je een boete en de politie ermee. Want dan gaan de mensen onder een release kijken. Ja, maar wel echt gare kwaliteit dan. Stel dat je een film filmt. En we gaan samen met Kim en haar kids. Dus it's a friends and family activity. Eerst wilde ik in Amsterdam naar de bios, want ik had een kortingscode gekregen van Pathé. Maar die kortingscode was echt zielig. Was voor één persoon. Daar heb je toch weinig aan. Dat zijn gewoon benzinekosten. Dus ik vond dat niet interessant. Dus we gaan naar de Kinopolis. Kinopolis, hoe zeg jij het? Kinopolis. Kinopolis? Ja, zeg Kinopolis. Zeg je niet Kinopolis? Hebben jullie er zin in? Ja. 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 Zo, jij gaat slapen, van de kijk. Junior watching up in your mind.
knoflook, tomaat, rode ui. Bleekselderij moet het eigenlijk zijn, maar had ik ook niet. Dus courgette. En bloemkool. Roses, bloemkool, roses. Beetje magere melk, 150 milliliter. En groentebouillon. Chili vlokjes. En een beetje currypoeder, masala, kruiden. Ja, dat maakt die smaak zo lekker. Pak ik ook nog even wat gear. Dat wordt een pannetje, een klein pannetje. Ah, dat is hebben lol. Klein pannetje. Zo één. Staafmixer alvast. Staafmixer. Heel irritant. Oh ja, en een beetje olijfolie bakspray. Deze is heel prettig. Nou mensen, wat een ochtend weer. Wat een ochtend. Heel veel trauma's erop zitten. Er was dus wederom een spin. En deze keer een hele grote. Zo'n huisspin. Ik heb zelfs gehuild. Er gebeurt gewoon iets met mij dan. Dan voel ik zoveel angst dat ik alleen maar kan huilen. Nou, dan ben je toch echt... incapabel, gewoon. Alleen maar moest weg en toen was hij verdwenen. Ik kon hem even niet meer vinden. En dan durf ik gewoon oprecht helemaal niks meer. Durf ik niet zonder slippers te lopen. Durf ik niet, hij was in de keuken, in de buurt. Durf ik geen bordje te pakken. Ik durfde echt helemaal niks. Ik wilde gewoon eigenlijk verhuizen. Ik wist dat hij er nog was. Dus ik heel voorzichtig kijken. Was hij er ineens weer. Zo aan het kriebelen, kroelen, kriebelen. Kat in de naal maakt hoge sprongen. Is dat het spreekwoord? Rare sprongen. En toen ben ik gewoon naar de buur gegaan, aangeklopt. Buurman pakte hem gewoon met het keukenrolletje. Heeft hem ook netjes meegenomen. Echt, I'm very grateful. Zeg niet voor niets, beter een goede buur dan een verre vriend. Dat is weer bewezen vandaag. Kleine moeite, groot gebaar, zeg maar. Weet je? Ik ben heel bang nu. Ik durf niks te verschuiven. Ik kijk overal om me heen. Ja, het is er weer. Mijn angst. Ik was een tijdje rustig over spinnen. Maar ik vind ze ook echt vroeg dit jaar. Meestal september toch. Komen ze in de tuin. Weet je, mooi paraderen. Zo, kruispin. Zo, bing, binnen. Hey. Maar nu zijn ze gewoon in mijn huis. Vooral hier in Almere en helemaal, we wonen best wel dicht bij een bos en ook wel dicht bij water. Nou, daar gaat dus de kraai naast. Is niet leuk. En anyway, ik ga me klaarmaken. Ik heb genoeg drama gehad. Hè? Dat vind ik toch categorie drama. Ik ga het van me afwassen. Oké, waar begin je ook alweer? Gewoon volgens mij ijsje fruit, toch? Warm de olijfolie in een soeppan en fruit de shallot en knoflook. Voeg na 2 tot 3 minuten de bleekselderij toe, het currypoeder en de chilivlokken. En bak 3 minuten mee. Doe daarna de bloemkool, tomaat en bouillon erbij en breng aan de kook. Kook de soep 10 minuten tot de bloemkool gaar is. Oké, gaan we doen. Sprayen. Lekker. Ik vind het liedje zo stom dat ik hem leuk vind. Dat ik niet meer dan samen zijn, maar jij kan daar niet uit. Oh. Nu stuur je 100 sms'jes naar mij. Hier op de dansvloer heb ik geen Hey, even roeren, hè? Oh, nu gaat Lenny komen, hoor. Het gaat sowieso komen, Lenny. Je bent vies, maar ik doe gemene. In de club kom je moeder tegen. En ik wil snel zijn als een moeder weten. En je klant is gewoon kun je me vroeger weten. Ik was alles kwijt, maar mijn vloed zijn rekening. Als je maar 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 als je
Habiba, Habiba. Goeie, hè? 10 minuten. Maar 9. Tot zo. We gaan even naar de reclame. Dag. Doest. We hebben vanmiddag een verjaardag en ik ben alvast een beetje aan het testen wat ik dan aantrek. Zou het dit kunnen zijn? Dat is dan de vraag die je jezelf... Ik vond dit wel leuk, dat goud met blauw. Maar dit, hier beneden gaat het dan weer niet zo lekker. De bottom part kan beter. We gaan nog even puzzelen. Ik ga eerst mijn snor even weghalen. Heel veel snor. Heel veel haartjes. Als ik dan 3 kusjes geef, zo, dan zegt ze, auw, prikt. Dat wil je niet hebben. Ze is fris. Ze is fris. Kijk of die gozer ook al fris is. Heel gedoucht. Ja. Zo snel. Ja. Je oksel is wel goed gewassen. Ja. Tanden gepoetst? Ja. Nee. Ja. Nee. Geloof je niet. Ga je tanden poetsen. Ik moet even snel eten voor mezelf maken. Want die dingen die daar zijn, die zijn iets te lekker. Want ik heb geen rem. Dus dan beter neem ik mijn eigen eten mee. Heel snel iets maken. Dit is dus typisch Jamie. Niet, gewoon niet kijken. Dat het zo open moet. En dat het ook een speciale hersluitbare vibe heeft. Dat is jammer. Ik kan nu niet goed zien hoe lang het nou moet. Ah, 10 minuten. 10 minuten, Dave. Davy, nee, 10 minuten, Davy. 10 minuten, Davy. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon pesto doen. Garnalen, haricot vert met sugar snap, pasta en pesto. Voilà, deze gaat mee. Ja. Dit is de outfit, all black. Dit is een Zara top. Een beetje zo moet die, ja. En een vanilla broek of zo. Vanilla. Oh, hij is iets te hoog. En Zara schoentjes. Dan doe ik mijn brilletje op, zo. Tasje mee, ik voel me wel echt een loser met dat eten mee. Zo van, ja, sorry, ik eet dit niet. Het lijkt ook op een insult van, hey, joh, sorry hoor, ik neem mijn eigen eten mee. Maar het is gewoon voor de best. Want als ik nu mee ga doen, ik ken mezelf, dan gooi ik de handdoek morgen in de ring. Dus het is even die eerste 2 weken moeten heel strak. Nee, toch? Die mannen zijn toch. Gezellig. Ga je, waar ga je? Beestje. Ja, dat blijft een ding, hè, kleine broertjes. Als je bezoek hebt van je eigen leeftijd, dan vinden ze ineens broertje niet leuk. Oké, we kunnen gaan staaf mixen. Dat is leuk om te doen. Oh, lekker gevoel. Satisfying. Voordat de melk erbij. Wat ik zo leuk vind, is dat het zo super romig is, terwijl er geen room in zit. Kijk er nou gaan. Dat is ook altijd met broccoli soep zo. Dat het heel romig is. Terwijl daar geen kokroom in zit. En hij is ook een beetje pittig, hè. Het is ook lekker. Looks delicious, no? Delicioso, muy delicioso. Ik ben vergeten crackers te kopen. Super stupid. Dus doe het met beschuit. Je moet eigenlijk 4 man.
Doe drie. Drie is pink. Oké, it's my Jamie. Dankjewel. Best. Kijk die beker daar namelijk. Hey Kai, ja? Ga jij nog wel je kamer opruimen? Ja. Hoezo niet? Ik wil niet mijn kamer opruimen. Waarom niet? Ik ben dom. Het is echt een zooitje, Kai. Je gaat dat vandaag nog wel doen hoor. Nee. Willen jullie geen soep? Ik heb soep gemaakt. Ja! Ja, ja. Kai, je bent zo hyper vandaag. Hoe komt dat? Omdat mijn vriend is, maar Mattie. Ik wil jouw Mattie. Oh, jullie zijn echt fan van Elijah. Oh. Wat? Wilde. Wat doe Kijk, als je het lekker vindt, dan weet ik het al. Hallo. Alleen ga zitten en eten alsjeblieft. Is het lekker? Ja. Ja. Eet het lekker. Ga je zeggen gewoon ja. Ja, doe maar gewoon een oplichting. Oplichterij? Ja. Er komt niks uit, hè? Zo, maar dat was hem dan alweer. Dat was hem dan alweer voor deze week, hè? Dat zei ik voor. Heel veel kindergaatjes achtergrond. Dit is wat het is. Dit is wat het is. Zo'n kantie. Wat doe je eraan? Bedankt voor het kijken. Ik zie je volgende week weer. Op die dinsdagochtend staat die vlog online. Zelf wil ik nog één ding toevoegen. Wij zijn zoiets leuks aan het doen deze vakantie. Een Marvel marathon, zo hebben we dat genoemd. Dat houdt in alle Marvel films in de juiste tijdlijn volgorde. Kijk, ja, is echt heel leuk. Ik ben toch superheld. En ik ben echt super verliefd op Scarlett Johansson. Always have been. Mag ik het goed hebben, denk ik? De Iron Man is natuurlijk super tof. Mooi, slim, mooie pakjes. I'm Groot. Ook leuk. I'm Groot. Ik zit er helemaal in. En we zijn dus nu bij de laatste. The Endgame. Die heb ik één keer een heel klein stukje gezien van een gevecht. Verder weet ik helemaal niks. Ik kan niet wachten tot het lentehuis is. Gegeten, s'avonds in de gang. Dan zetten we de televisie aan. En dan doen we het door. Play! Dan gaan we kijken. Dus als jij dat ook leuk vindt en nog niet hebt gedaan, is echt leuk. Nog een keer alle Marvel films kijken, de juiste volger. Nou, ik hoor weer oneenigheid beneden. Ik ga weer ingrijpen. Tot de volgende keer, hè? Dag! Oh, I'm not here to help them just because.